Ja, laten we beginnen met Tom, met de eerste ploeg uit de koker te halen. Ja, we hebben geen machine zoals de KNVB, dat gaat allemaal onze grenzen te boven. Maar we gaan beginnen met pool A en de eerste ploeg. Tom, als je hem even kan omdraaien, zodat iedereen kan zien. Boshuizen. Boshuizen, zondag in pool A als nummer 1. Dan gaan we naar Alphons toe en dat wordt dan B1 en dat gaat worden... Rijnvogels. FC Rijnvogels, hoofdklasser, de hoogspelende vereniging aangesloten bij Leiden Amateurvoetbal. Ik wil dus niet zeggen dat deze twee ploegen automatisch twee thuiswedstrijden hebben, want dat is al geloot dus dat komt vanzelf naar boven drijven. Dan C1, wie gaat dat worden? Boshuizen zaterdag. Boshuizen zaterdag. Ploeg verloren gisteren van Leidse Boys met 3-2. Ploeg van Anwar Hamdi. En zij leiden dus ploeg C. Dan gaan we naar D1. Lugdunum. Met Lugdunum. Een grote vertegenwoordiging van de kikkers hier. Waarom ook niet? De ploeg doet het uitstekend in de derde klasse als promovendus. En is zelfs wat opgeschoven naar de kopgroep. En het kan daar nog leuk worden voor de mannen van Wansink en De Cler. Lugdunum, D1. Dan E1. Excelsior. Excelsior. Dat zou wel verrassend zijn. Rodenburg zondag. En Rodenburg zondag wordt dat. De ploeg die weet ik niet wat zij vanmiddag gedaan hebben. Maar in ieder geval E1 voor Rodenburg zondag. Nouri Essaoui als trainer. VV dan Leiden. VV Leiden loodt in pool A bij Boshuizen zondag. Dus dat is A2. Boshuizen zondag bij VV Leiden. Overigens hebben alle teams een eerste elftal toegezegd, maar het kan zijn, ook afhankelijk van het programma, dat er wordt ingezet op een tweede elftal of jongens van onder de 23. Maar dat zal zich verder uitkristalliseren. Tom. Leidse Boys zaterdag. Leidse Boys zaterdag bij Rijnvogels. Ja, dat lijkt natuurlijk voor de Rijnvogels een appeltje eitje, maar misschien met een tweede elftal, je weet het nooit. Een ploeg van... Voorschoten 97. Voorschoten 97. Zondag. Lood, dat is de zondagtak. De zaterdagtak doet niet mee. Zondagtak welkom Voorschoten en zij loten met Boshuizen zaterdag. En dat wordt overigens ook allemaal bijgehouden door elkaar. Dan hebben we UVS en die komen uit tegen Lugdunum onder andere. Dat is sowieso een aangenaam affiche natuurlijk van de buren daar in de Kikkerpolder. Rodenburg zondag speelt dan samen met... FC Rijnland. FC Rijnland. Een mooie loting, terecht te worden van Alphons Groenendijk. Ja, de Rijnlanders die blijven maar winnen, dus ja, Rodenburg zondag zou je zeggen dat moet ook kunnen, maar het blijft voetbal. Dan gaan we naar LSVV. A3, dat is LSVV 70, de mannen van Freek Jansen bij Boshuizen zondag en VV Leiden. B3. Oegstgeest. Jerry Ubink met Oegstgeest tegen Rijnvogels en Leidse Boys zaterdag. De ploeg van Oegstgeest is op de laatste plaats in 3A op zaterdag, helaas. Football Factory. Football Factory gaat uitkomen tegen Boshuizen zaterdag, ook een competitietegenstander en dus Voorschoten 97 zondag. Lugdunum en UVS krijgen gezelschap van... Leidse Boys zondag. Leidse Boys zondag. Zonder Ronald Mink, want hij heeft zijn laatste wedstrijd vandaag op de bank gezeten bij die ploeg. Verloren vandaag overigens met 3-0 van Kikkers, dat nu al bijna kampioen is. Kavia in pool E, nummer 3 bij Rodenburg zondag en Rijnland. Ploeg van Anton Wijsman doet het uitstekend in 3A op zaterdag. Rodenburg zaterdag. Rodenburg zaterdag gaat naar pool A. Dus we hebben daar een pool compleet met Boshuizen zondag, VV Leiden, LSVV 70 en Rodenburg zaterdag. Dan gaan we naar pool B. Dokos. Met Dokos. En die komen dus uit tegen Rijnvogels, Leidse Boys zaterdag en Oegstgeest. Ik weet van Nico van der Zalm, die heeft al een uitspraak gedaan. Als we maar niet bij Rijnvogels komen. Jammer Nico. Dan in de derde pool, Boshuizen zaterdag, Voorschoten zondag en Football Factory krijgt een gezelschap van RCL van Stefan Luiks. Pool C hebben we dan dus over. Dan de vierde ploeg uit pool D met Lugdunum, UVS en Leidse Boys zondag.
En daar gaat bij komen... Valken 68. Valken 68. Een aantrekkelijke pool mogen we dit zeker noemen. De mannen van Gerard de Geus. Niet zo moeilijk hebben die in de eerste klasse B op zaterdag. Nou, zeg het maar, hè. En dan als laatste... Wat ja, is de laatste? Alfons zegt, zeg het maar. Ja, dat is toch niet zo eenvoudig. Maar ik denk GAC... Jawel, GAC was de ontbrekende ploeg en gaat dus spelen tegen Cavia, FC Rijnland en Rodenburg zondag. Ja, aantrekkelijke loting naar wij denken. Zoals gezegd, alle informatie gaat op onze site terugkomen. We gaan er ook interviews over houden. We gaan wedstrijden volgen met camera, et cetera, et cetera. Ik dank deze beide heren. Wij zullen ze nog aan het woord laten in een separate sessie zo voor een interviewje. Ook terug te zien op onze website. Maar voor nu wens ik iedereen hier nog een aantal hele leuke uren toe. En bedank ik Rijnland bij deze voor de gastvrijheid. En ja, wens ik ook iedereen vanuit de redactie van Leiden Amateur Voetbal alvast hele mooie feestdagen toe. En nog eenmaal een applaus voor de beide heren die hier de loting hebben verricht. Alfons Groenendijk en Tom Holsvelder. Thank you.